Goedemorgen, het is vandaag 14 februari. Het is Valentijn. En zoals jullie weten heb ik een relatie met een vrouw. Die vrouw heet Nina. En die heeft toevallig de afgelopen 2 weken toch wel een van de meest kutte 2 weken ever gehad. Ze is geopereerd en had een bol gezicht. Kijk hier. Kan je vertellen? Dat is niet weg. Dus ik dacht, de pijn is weer een beetje weggetrokken. Ik ga er gewoon elke uur een cadeau geven. En hoe kan je nou beter beginnen dan met dit? Hey, schattenbout. Dank u wel, meneer. Dank u wel. Schat, het is vandaag Valentijn. Dus ja, kom maar met jouw cadeau. Het is echt lul, want ik heb echt niks voor jou. Kloten. Nou, laat die cadeaus dan maar zien. Ja. Bedankt voor het... Jij krijgt van mij vandaag elke uur een cadeau. Nee. Jazeker. Niet zo dichtbij met de camera, alsjeblieft. Dat is toch hartstikke leuk? Het is heel leuk. Maar laat me even klaar. Oké. Er zitten fantastische cadeaus tussen. Echt ongelooflijk. Nou, oké, dat is niet helemaal waar. We hebben een aantal leuke cadeaus. En gewoon een aantal kutcadeaus. Nou, best wel veel kutcadeaus. Nou goed, dan gaan jullie helemaal los. Tijd voor een cadeautje! Zou ik dan een doen die al een beetje open is? Normaal gesproken reageren vrouwen die zeggen: oh my god, wat lief! Jij zegt: nou, zou ik een pakje die open is? Nee, maar zo bedoel ik het niet. Dat weet je zelf ook. Ziet er wel mooi uit. Oh ja, deze is gruwelijk. Ik denk dat ik weet wat het is. Volgens mij kan hier mijn kat in. Wat je kan mee schaatsen. Ja, dit is een rugtas waar je poes in kan stoppen. Hey. No. Ben je klaar om met de tas te gaan? Kom. Kijk, Otje wil er al in. Otje, you got this. Kom, Otje. Doe hem op je rug. Kijk dan. Oh, nou, fucking gruwelijk gift. Otje, eerste reactie. Oké, het tweede cadeau is er. Nina en ik willen altijd al een hond. Maar nu is het toch te vroeg. Weet je wel, we hebben te veel verplichtingen, te veel verantwoordelijkheden. En ik vind die vrijheid gewoon lekker. Maar als je een hond wil, moet je natuurlijk wel even oefenen. Gelukkig heb ik een hond gefixt. Tijd voor een nieuw cadeautje. Wat dit? Hey! Deze hond is niet voor altijd. Wanneer dan wel? Je mag hem een uur hebben. Ja, dan kunnen we alvast even wennen, weet je. Want wij willen natuurlijk ooit een hond. Oh, maar deze is echt een puppy. Ja! Teringsgat hond, hoor. Nee. Zitten! Goed zo. Hoi, goeie puppy mama. Zijn hond zou hebben, hoe zou je hem noemen? Ik weet het niet. Ik weet al hoe ik hem zou noemen. Ik zou mijn hond Chucky noemen. Chucky? Ja, pak een vette naam. Chucky! Niet eten! We hebben die hond nu een kwartier en je merkt hoeveel energie zijn hond kost. Ja, maar puppy sowieso, hè. Dan moet je er 's nachts ook uit en zo als je net een puppy neemt. Schat, nog 2 minuten. De ezel er weer vandoor. Ja. Ik vind het gewoon doodvermoeiend, zo'n hond. Dat is de alcohol. Ezel, je moet er weer vandoor. Zeg maar dag tegen het leukste huis ter wereld. Woe! Wat gezellig. Ik weet alleen niet of de poesjes zo blij mee zijn. Nee. De hond is weg. Tijd voor een nieuw cadeau. Nou ja, jij mag wat uitzoeken. Deze hele stapel ligt hier niet voor niets natuurlijk. Mag dit? Ik zet een briefbus. Dat is ook een cadeautje. Is het echt een cadeautje voor jou of niet? Nee, dat is een cadeautje voor jou. Maar dit hoort bij alle cadeaus? Ja. Nou, dat denk ik niet. Wat staat erop? Naar aanleiding van uw recente bezoek aan de polykliniek in het ziekenhuis, naar verwarring van kies BR18, concluderen wij dat kies LB28 tevens chirurgisch moet worden verwijderd. Is het nep? Ik meen het even serieus. Ben je het gestuurd of niet? Nee, ik heb het gestuurd. Dit is echt serieus. Ik heb echt geen zin in. Ik wil nu weten of dit echt of nep is. Prank! Dat jij zoveel moeite voor hebt gedaan, dat staat echt helemaal nergens op. Wat top grap. Nou, dan moet je weer een uur wachten. Zeker niet. Jawel, dit was het cadeau. Als dit een cadeau is, dan vind ik het niet leuk. Oké. Oh, deze is heel mooi. Wat moeten we met al deze zooi? Kijk hoe mooi die is. Van onze kast in Turkije. Dit is toch fucking grappig. Jij vindt jezelf zo grappig altijd. Nee, dit is gewoon echt een goede grap. Oké, leuk schat. Nou, dan moet je weer een uurtje wachten. Time for another present. Nou, ik hoop wat leuks. Ik denk dat het goed is voor de stemming als het het leukste is. Ja, ik ook. Maar is dit leuk of niet? Het zijn jouw cadeaus. Oh, dit is lekker. Dit is lekker, hè? Kijk voor mijn nek. Dat is een kijk voor je nek. Is toch lekker? Ja, dit is lekker. Koude chill. Dat was zo bedacht. Ja. Van Martine dit bedacht. Nee, dat heb ik allemaal bedacht. Nee, ja. Zulke vragen moet je niet stellen. Nee, maar ik vind het wel lekker. Dankjewel, Martine. Nee, en dat is toch mij? Gaan we nu schaatsen? Ik kwam dat jij maar geen cadeau hebt. Luister goed naar wat ik zeg, want hier komt de cadeaukans. Maar je echt niet zeggen, ik kook 7 dagen in de week voor je. Dat is 1 groot cadeau. Hallo. Hallo. Vanavond hebben we een 7-gangen-diner. Of jij bent gewoon een beetje ondankbaar. Ondankbaar? Oké, nee, is goed. Ik heb een lingerie-setje voor je gekocht. Voor mij? Dat weet jij ook. Sexy time, dat weet jij ook. Dus je doet nu echt heel ondankbaar. Over sexy time gesproken.
That's not a present. Deze hebben wij. Hebben we deze? Die heb ik met jou gekocht. Niet. Exact dezelfde. Ja, body to body. Kutzak! En dan nooit gebruikt. Nou. Ik dacht, gruwelijk. Maar we hebben hem dus al. Ik stuur hem wel weer terug. Nee. Nou, dat is sexy. Nee. Mocht je nou deze hele lockdown thuis zitten en denken, ja, ik word wel een beetje zat van die McDonald's, dan kun je ook gewoon koken. En mocht je nou niet kunnen koken, dan hebben we daar een prachtig boekje voor. Hier, boom. NinaWaringKookboek.nl. Kook ze allemaal, want als jullie genoeg kopen, dan kan ik stoppen met werken. Die zijn gewoon het meest en dan stop ik gewoon, kap ik gewoon. Kom. We hebben inmiddels even een spelletje gedaan. He's so fucking jail! Nina, wie heeft er gewonnen? Jij hebt gewonnen. Chanty, nee! Mijn hebben dus altijd met twee kleuren. Ik heb dat gevraagd. Oh ja, hoor je dat? Niet doen. Het is het alarm dat er weer een cadeau mag. Pak een geinig cadeautje voor jezelf. Borstkolf. Handig. Even kijken hoe het voelt. What the fuck is dit? Voor de mensen die niet weten wat een borstkolf is, dat is, je hebt een kind en die moet je voederen. Dan kun je eens kolven en dan ga je melk in een fles en dan kun je dat geven, snap je? Je bent zo teleurgesteld. Ja, Valentijndag hoort leuk te zijn. Oké, okay, wacht, je mag een andere. Lief! Wat staat erop? Sweetheart! Dat is toch mooi? Ik snap jou niet, want ik mag geen zooi meer in huis halen. En wat doe jij? Je koopt een borstkolf en een tyfus lelijk kussen. Hallo! Ik zie jou graag gelukkig. Dus ik heb hier iets voor je. Dit vind je sowieso leuk. Sinds dat wij samen wonen, wil jij natuurlijk dit al. Nou, dit is leuk. Live life lol. En weet je wat? We gaan het ook echt in ons huis zetten. Gaf me gewoon één bos roos en ik was een blij mens. Kijk wat je me geeft. Oké, nou ja, er zijn nog genoeg andere leuke cadeautjes. Ik denk dat ik de allerleukste heb uitgepakt. Dat weet ik niet. Ja, dus. We zien over een uurtje wel weer. Oh, ik wil echt een ander vriendje. Alright, het is inmiddels een uurtje later. Ik zie er fucking slik uit, al zeg ik het zelf. Nina en ik gaan lekker eten. Ik heb nog een paar cadeautjes, maar ik heb echt lang geleden dit besteld. Ik kan me niet echt meer herinneren wat het nou precies allemaal was. Voor mij is het ook een soort van verrassing. Op zich best wel leuk. Maar ik had de volgorde wel beter kunnen aanpakken. Ik heb een videoboodschap. Een videoboodschap? Een videoboodschap. Van wie? Van Rapper Shores? Gefeliciteerd! Ik heb ook nog niet gezien. Ah, van Gietje. Hoi Nina, fijne vaderschap. Nina, jij vocht met Kelvin. Want Kelvin kan goed koken. Gelukkig hoeft hij bijna nooit te werken. Hij kent ook niet. Wat hij zegt is niet waar. Hij zegt, en hij wil met je trouwen, dus je wil niet met mij trouwen. Oh ja, zo heb ik er nog niet over nagedacht. Ja, is toch leuk? Is toch ja, grappig? Is leuk. Zo grappig dat hij niet weet hoe je Valentijnsdag uitspreekt. Valentijnsdag. Dit is het leukste cadeautje. You made her day. We gaan lekker eten. Oh yo. Dit wordt natuurlijk echt dik genieten. Kies een cadeau. Ik zou dat vierkante ding pakken. Een bureaustofzuiger. Wie wil dat nou niet? Dit is toch de schattigste stofzuiger die er is? Ja. Ik vind wel dat ik voor zo'n kleine stofzuiger tyfus verwacht. Tijd voor het volgende cadeau. Dit voelt letterlijk als dit. Ja, volgens mij is het ook hetzelfde. We gaan hem even open en dan skippen we die even. I love you. Die zou ik pakken. Die zou ik zeker... Dit is een kussen. Ik denk met jouw gezicht. Wow. Holy shit. Ben jij lelijk? Je wordt echt voorspelbaar. Het laatste cadeau. Ik zou het de grande finale willen noemen, maar dat is het niet, want jij hebt de volgorde bepaald. Pornofilm of zo. Jij bent zo voorspelbaar. Gewoon een seksfilm. Nee, dit is geen pornofilm. Schat, ik heb 50 Shades of Grey al wel gezien. Maar dit zijn alle drie de delen. Maar, gaan we nu ook eindigen met nog een leuk cadeautje? Ik kan me herinneren dat wij ooit 40 Shades of Grey gekeken hebben, deel 1. En dat wij die avond magistralen. Kelvin stoppen. Dus jij hoopt nu dat we dat weer vanavond gaan hebben door dit? Ja, had ik wel op gehoopt. Ik zou jullie wel even laten weten of... Zeker niet. Of het geworden is. Ik kan nog altijd helemaal niet gebeuren, kan ik je vertellen. Oh, oké. Goedemorgen allemaal. Nou ja, laten we eerlijk zijn. Sexy time. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei!